Yo mensen van mijn kanaal, mijn naam is Finn en welkom terug bij een nieuwe aflevering Red Dead Redemption 2 hier op mijn kanaal. Mijn naam is Finn en dat heb ik al gezegd, maar dat maakt niet uit. En ja, we gaan weer lekker verder met de storyline. Weer een nieuwe part met Arthur Morgan. En ja, we zijn de vorige aflevering beëindigd hier. Toen werden we ook aangevallen door weer die fucking Mongolen. Dachten we net veilig te zijn, komen hun weer. Ja, heel irritant, hier zien we Mike al lekker staan. Maar we gaan alvast weer verder met Dutch. We zijn in chapter 5. En ja, we gaan weer een mooie aflevering van maken. Hallo Dutch. You okay there? Working it all out. Once and for all, Arthur. What now? We're back. And I'm sitting here. And I am contemplating the great journey of the sun. And considering a famous chess move. Those Oilean actors of a mediocre justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire Leviticus Corleone, they want us, Arthur. They want us. And they are going to have us. Maybe they ain't the problem. Meaning? I don't know. It's just, well, I can't help but feel we would have been better running off someplace else. But the game ain't over, Arthur. I mean, I ain't played my final move, but guess I'm more interested in surviving than winning a chess. Well, maybe life ain't such a thing to cling on to so tightly. No doubt. What's our move here? You sound like Jose. I miss. I asked you a question. What do you think? We can't stay here. That much is obvious. But where are we gonna run to? I mean, they chased us from the west. They chased us over the mountains. They ran us into the sea. Arthur, do you have my back? Always, Dutch. But there's more than your back to worry about. We need more money. We've been on the run for months now, and I seen you killing folk in cold blood like you always told me not to. And I'm sorry, but I can't help but think that if we there is country in Roanoke Ridge past Butcher Creek, I believe we could hold. Okay. You and Charles, you take folks up that way. Micah and I need to do some reconnaissance. I ain't got a final plan yet. Arthur, I ain't got it. I just need time. I need time and no traitors. Okay. Ja. Laten we naar Charles gaan, hè. Ja. Charles. Be right with me. Always. Where are we headed? Up past Butcher Creek. Goofy brute country. That's why I'm asking you to ride with me. I understand. What are we doing here? We're looking for a place to hold up. Even the law won't follow us up there too, will we? Yeah. And I did some scouting out there while your boys were away. And? You see. Echt, maar waarom maakt dat kut in altijd weer zoveel lawaai, joh? Ik vind het zo irritant. Dat PlayStation altijd zoveel lawaai maakt. Ja, waarom komt elke keer dat kutpaard, joh? Flikker op. Dit is mijn paard. Heb ik serieus geen wapens bij me of mag ik nu gewoon wapens? Oh, nu eet ik bonen. Dat wilde ik niet. Pinkertons will have reinforced in another day or two. Yeah, the sooner we get out of here, the better. It's quite a ride up there. I saw some canoes near the bridge upriver, which would take us right up to Butcher Creek. Might be quicker. What do you think? Easy. Yeah, a boat's probably a good idea. Okay, good.
It's good to see you again, Charles. You too. Thanks for what you did in San Denis. Real brave drawing them off us like that. I was worried you and Abigail had both got yourselves killed. Watch it. I found a spot to lie low for a while, then managed to get a ride with a wagon of workers heading out to the fields. Abigail said she somehow managed to slip away when they grabbed Isaiah. You did good getting the others out of there. Keeping everyone together. Everybody was pretty shaken up when I got back to Shady Bell. It was a tough few days. I couldn't have done it without Sadie. So how did you find that spot back there? I assume the skulls on sticks weren't an addition to yours. Old Strauss knew about it. The locals are terrified of the place, so we figured that might buy us some time. And it did. Until one of you brought the law with you. Where did you end up again? Cuba? Oh, not exactly. An island off of there, called Warma. Landed ourselves in a heap of trouble. Really? A tropical island? Isn't that just what Dutch wanted? I guess it didn't exactly live up to his ideals. Anyway, I ain't always sure Dutch knows what he wants anymore. Perhaps not, but he's always managed to figure things out in the past. I know. Yeah, you're right. Just... Oh, fine. I guess I just miss Hosea and his wisdom, you know? There's the bridge. There should be some canoes down to the right here. Oh. Whoa! Well, I see one anyway. And that'll do. Come on. Laten we dan met de boot gaan, mensen. Ja, mensen, ik wilde vanaf nu ook gewoon lekker afleveringen maken. En ja, ik heb gewoon geen zin. Om gewoon telkens te gaan streamen en zo. Dus zo kan ik ook gewoon de games landen spelen op dagen dat ik het niet upload. En ja, zou ik het eigenlijk zo verder doen. Voor een tijdje. Dat ik weer vakantie heb en misschien dat ik dan gewoon de games gewoon weer ga livestreamen. Maar vanaf nu ga ik gewoon even afleveringen maken. Oké, zo gaat beter. Dutch didn't mention this. Well, hiding up here is not a crazy idea. This is a spot nobody comes near, even the law. Just be ready. It won't be pretty. So be it. Waar moeten we eigenlijk heen? Tjus. Gewoon een eindje varen. Oh crap. Oké. Krijgen we ook een cutscene en zo. Ja, dit spelletje blijft gewoon prachtig, mensen. Ik hou echt van dit spel. Al ben ik er niet zo snel mee, het is een fucking goed spel. Ik heb God of War natuurlijk ook gespeeld, mensen. Nooit uitgespeeld. En ik had ook gewoon niet echt veel plezier met die game. Dus na 8 afleveringen en toen was ik er ook gewoon klaar mee. En dit spel, het verveelt gewoon voor geen moment. Af en toe zijn er wel wat van die mindere leuke missies, maar ja, die horen ook in een game. En ondertussen is het ook nacht geworden, mensen. Dan zijn we denk ik bijna op onze locatie. Nou, even leuk om zo even lekker te varen. Kijk, we zijn er al, mensen. Yes. Moeten we hier gewoon aanleggen? Ja. Oh, oké, dat was een beetje een glitch. Oh. Nou, nu heb ik wel mijn wapens, oké.
is Murphy Hill, stranger. Might watch where you wander. Oké, leuk om te weten. Bit of a walk. You could grab those horses if you want. Probably won't miss them if we get them back in the morning. Oké. Dan maken we toch een paard. Let's go. Trace coming through here. Guess that's good for us. Assuming these inbred bastards are willing to part with their home, which I'm sure they won't be too pleased about. No, but I believe they hide out all over Roanoke Ridge. These caves are just one of their spots, which is why we should keep it down. They might have lookouts around. Okay. Ahead. Slow down, keep it quiet. There could be some of them. Het is wel erg donker trouwens, mensen. I say we dismount here and follow them on foot. See where they're going. Oké. Follow me. Oh, dat is ook gewoon echt weer iets voor mij. Om hem gewoon te laten struikelen. Trouwens mijn boog bij me, zie ik nu ook. De natuur in deze game is ook wel echt fucking nice hoor. En gewoon overal zijn er beesten, konijnen, wild zwijnen en zo. Ik heb nog geen... Ja, behalve in die ene missie, maar nog geen alligators gezien. Beren ook niet echt. Maar ja, ik ben ook niet echt met jagen bezig. Helemaal mooi. What the fuck? Hop. Oké. Ja, what the fuck? Ja, man. Ik moest ze toch... Oh, blijkbaar moest ik gewoon schieten of zo. Oké, dan ga ik de volgende gewoon schieten hoor. Maar ik dacht dat ik ze moest besluipen. Nou, blijkbaar dus niet. Oh, fijn. Oké, mensen, dat was even veel. Let's get closer to him. Come on. Up this way. Ja, ja. Die schiet gewoon een kogel door zijn kop heen. Definitely Murphy's. I say we deal with them from here. You take one, I'll take the other. Why don't you carry the body for a bit, huh? Quick, Arthur. Good job. So. Het was zo simpel, hè? Ik had hem gewoon af kunnen maken, oké. Okay. Okay. Let's see what's going on.
stagecoach went missing. Jezus. Jezus, what the fuck? Zijn dit nou weer inboorlingen of zo? Let's get on with this. Gekke man. Oh, dynamite! We gaan gewoon dynamite. Gaan gewoon dynamite erin pleuren. Whoa, whoa, whoa. Hoezo ben ik dan in één keer dood? Ja, man. Hij slaat één keer met een knife tegen me aan en ik ben dood. Hoezo dat dan weer? Sorry, en die custom badge van mij die werkt ook niet echt mee. Oké. Okay. Oh, fijn. Gasten, what the fuck, man. Ik heb die slow motion wel nodig, anders lukt het gewoon niet. What the fuck, ze steken me gewoon in één keer neer. Nee, what the fuck, man. Dit weet je hoe fucking moeilijk dit is, mensen. Ik ga gewoon weer dood. Ik ga gewoon weer, nou, het is nu geen chance dood, maar weer. Wat zijn het voor fucking Mongolen, oké. Okay. Ik moet even... Let's get in there! Okay.
is dit voor een krankzinnige plek, ouwe? Oh. Fuck, ik kom eraan, jongens. Oh, sorry, Charles. Oh, god. Ik zie ook helemaal geen kut hier, hoor. Wow, rustig aan. Oké, blijkbaar moet ik ze eerst allemaal uitschakelen. From? Andersburg. What do we do with her? Take her there and go get the others. Sure. Miss. You okay to ride on my horse a little? I'll keep you safe. Okay. Andersburg, right? Yes. Hey. It's okay, miss. The others, they killed them. You're safe now. Just try to breathe. They're animals. I know. Yeah. It's all right, miss. Why would they? Some folks. Just evil. Ain't no point trying to explain it. I haven't slept in days. Oh my god, wat ge... Ja, sta op! Kutpaard. What were you saying? I know. What's your name? Yes, it's okay. Meredith. You're gonna be home soon, Meredith. This will all be over. Thank you. Where in Annisburg? One of the mining cottages. If you get me to the main street, I can show you from there. Okay. Just try to relax. Ja. Waar de fuck ga ik nou weer heen? Oké, mensen, dit is een beetje faal acties deze part. Some pretty bad things, I'm afraid, man. Murphy Group guys. Oh my god.
How did you manage to? I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. No, that's okay, ma'am. You just keep her warm and keep her safe. She knows. Mrs. Duff? Oh, no. You leave me alone. You just leave me alone. Thanks, buddy. How you get on? Okay. Found a girl. Took her home. Oh. You and Micah find anything? Maybe. I think maybe. I found our old friend, Mr. Cornwall. You did? Yeah. He's buying a stake in the mine in Annisburg. Relentlessly ambitious fella, isn't he? Micah and I'll sniff about, see if he knows we're here, and exactly what his plans are. So, Dart, did you miss me? I found her. Drunk as Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back and drunk. The master, the Lord Molly, God Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn, I am in him. I ain't her. Or any of his stooges. Calm yourself. You don't owe me nothing. Miss. I don't owe you nothing. Nothing. Okay. I'll spit in your eyes. I did. I told them. I'm sorry? I told him, and I tell him again. Now I've got God's ear. You told who what? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery, and I wanted them to kill you. You did what? I loved you, you goddamn bastard. Go on, she's shoot me. Crazy. She ain't worth it. You told on me. Oh, you're you not betrayed so me. Why? Calm down. Arthur? She's a fool. Get her out of here. You know the rules. You're not so big now. Hurry, Your Majesty. You. Damn. She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you. Quit your lollygagging. Get back to work. Yeah. Oké, chapter 6. Zijn we in chapter 6, maar jongens? Ik heb alleen niet kunnen lezen wat het was. Hebben we chapter 5 ook compleet, mensen? Het was een korte chapter trouwens. Maar 2 afleveringen over gedaan. We gaan er nu al even ook wel snel doorheen. Ik zal vast ook nog wel een trofee krijgen, omdat ik chapter 5 heb gecomplete. Wow. Nee, geen trofee. Blijkbaar ik mag toch wel een trofeetje, of? Ah, daar is hij. No traders. Omdat ik chapter 5 heb gecomplete. Oké, dat gaat alweer lekker tekeer. Jezus, daar helemaal, man. Sadie Adler natuurlijk weer. Die hebben we nog chance. Kunnen we nog iets anders doen? Nee, we kunnen ook niks anders doen. Is hier geen trein in de buurt of zo? Wel een postkantoor. Mijn postoffice, daar kan ik toch ook een treinkaartje kopen? Of, ik weet niet.
Want voor mij kan ik nergens anders. Nee, voor mij kan ik alleen daar. Jongens, we gaan gewoon naar die post office. En als het goed is, kunnen we dan de trein pakken om naar, hoe heet het, te gaan. Oh, dan moet ik wel een waypoint neerzetten. Ik wil een waypoint neerzetten. Het staat ook al een eindje, maar niet zo ver als Saint-Denis. Ik ga echt niet. Een hele pokkenstuk. Morgen. Ja. Nou, weet je wat mensen, anders beëindig ik hier gewoon de aflevering. Dan gaan we de volgende aflevering verder. Ik denk dat ik 2 afleveringen op ga loaden vandaag. Maar in elk geval, ik bedank jullie voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Red Dead Redemption 2. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. Reageer. Druk op het belletje om te horen gelijk van al mijn video's. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. En ik weet niet waarom ik dit lelijk paar pak. Maar in elk geval, tot de volgende keer mensen. Later.